Jongens, ja, dat is hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty Black Ops Cold War. Bedankt allemaal voor het intunen. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. Dat wil ik eventjes gezegd hebben. Maar wat ik vandaag voor jullie heb is een nieuwe AK-74 U-build. Waardoor we door de attachments een ander iron sight krijgen. Dus let goed op, want ik ga de clash met jullie doornemen. We beginnen bij de muscle, namelijk de Groove Suppressor. Waardoor we ten eerste niet op de minimap komen te staan op het moment dat wij beginnen te schieten. Ik heb ook de perk Ghost aanstaan. Dus eigenlijk op geen enkel moment, wat we ook doen, komen we op de minimap van de vijanden te staan. En hebben ze dus geen flauw idee waar wij zijn. Daarnaast gaat wel als nadeel door de Groove Suppressor onze effective damage rates naar beneden. Dus we kunnen minder ver schieten. Maar dan gaan we counteren, want we hebben namelijk als de barrel de 10.3 task force aanstaan. Waardoor we 8% extra damage krijgen. Waardoor we 50% verder kunnen schieten. 50% extra effective damage range krijgen. En waardoor onze kogels nog eens 75% sneller vliegen. Namelijk bullet velocity omhoog gaat. En hierdoor ook, door deze twee attachments, let goed op, krijg je een andere iron sight. Als je namelijk naar het wapen kijkt, dan zie je een mega barrel erop zitten nu. Een mega suppressor erop zitten. Maar als ik een andere barrel aanzet, dan is die weg. En je ziet het iron sightje, zie je ook veranderen. Het wordt een ander iron sightje. En ik vind zelf persoonlijk de iron sight met deze combinatie veel fijner schieten. En daardoor hoef je dus ook geen red dot erop te zetten. Daardoor hoef je geen scope erop te zetten. Als underbarrel heb ik de voorgrip aanstaan. Want ja, je hebt wel wat recoil met de AK-74U die je eigenlijk wil counteren. Dus dat doe je door middel van de voorgrip. Als de handle, de serpent wrap, waardoor we sneller kunnen inzoomen. En dus gewoon ietsje sneller kunnen reageren als we een vijand tegenkomen. En als de stok, de KGB Skeletal stok, waardoor we sneller kunnen schieten na het sprinten. En waardoor we sneller heen en weer kunnen bewegen op het moment dat we ingezoomd zijn. Oftewel, onze mobiliteit gaat door al die attachments alleen maar omhoog en omhoog en omhoog en omhoog. We komen niet op de minimap te staan. Niemand weet waar we zijn. We hebben een chill richtpuntje. We hebben alles chill aan dit wapen. En wat we dus gaan doen, is we gaan ook daadwerkelijk proberen om een base van een score neer te zetten. Dus heb je hier nou zin in? Ram natuurlijk tussen keihard op lijken, dat zou ik heel erg gaaf vinden. Mocht je nog me extra willen supporten, vergeet dan natuurlijk niet de support creator code Jaraski. Allemaal hoofdletters in de store te gebruiken. Zowel op Modern Warfare als op Cold War. En voor de mensen die dat doen, heel erg bedankt natuurlijk. Stuur me sowieso een foto door op social media. Of waar dan ook, want dan kan ik je namelijk toevoegen in de video. En als laatste zijn we scorestreaks van vandaag. Als eerste de artillery strike. Handig om te gebruiken. Handig om ook vlaggen te verdedigen. De attack helikopter. Gewoon een beetje een supportstreakje in de lucht. En de harp. En de harp gebruik ik eigenlijk altijd. Waardoor we iedereen op de minimap kunnen zien. Dus ik heb er zin in. Ik ben er klaar voor. Ik hoop jullie ook. En op naar het potje. Het tryhard potje gaat van start met de AK-74U in de handjes. Dus laten we er gewoon volop afrennen. En dan gaan we zien wat voor scoren we kunnen neerzetten. Meteen hier oppassen. Hop. Dat bedoel ik. Meteen daarop passen. En dan gaan we ook meteen weer naar de B-vlag toe. En daar had ik geluk, joh. Woe. En dan weet ik niet wat de vijanden van plan zijn. Het is altijd tricky gewoon. Als je die spawn in rent. Want je hebt namelijk geen idee wat ze aan het doen zijn. Ik hoorde hem rennen. Hij heeft geen ninja aan namelijk. Ik hoorde hem vol op me afrennen. Daarom is het heel erg belangrijk om ninja aan te zetten. Ah, daar kon ik niet overleven, daar kon ik niet overleven. Ik probeer die gast helemaal aan de achterkant te killen. Maar wat ik eigenlijk niet moet doen met deze AK-74U, ook omdat er een suppressor erop staat, is die lange afstanden knallen. De meeste afstanden kan ik gewoon schieten, zoals dit. Is heerlijk om te knallen. Maar de iets wat langere afstanden, die gaan gewoon lastig worden. Oké, jou wilde ik eigenlijk niet killen. Ik wil die camper daar killen, want hij zit daarachter namelijk. Hem wil ik killen. Ah, ik kan hem niet hitten. Nee, nee. Oh, dat is zo'n vieze plek, jongen, als ze daar gaan liggen. Oei, 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 oei. Je kan er heel weinig tegen doen, want ze hebben ook een soort schotje of zo er geplaatst. En daardoor is het nu nog moeilijker om ze daar achter te killen. Maar hij heeft geen flak jacket, volgens mij. Oh, oh, boom. Ja, hij heeft geen flak jacket. Oké, hij staat zelfs op een 4-streak. Hij ligt gewoon vol te campen en hij staat op een 4-streak. Ah, dan is het wel een dedicated campertje met zijn sniper. Misschien gaat hij wel voor de bladthirsties, maar als dat de manier is hoe je de bladthirsties moet halen, dan... Oh, gaat dat niet zo lekker voor je? Ik had hem al gezien, maar helaas kon ik niet op tijd reageren. Mijn teammate had hem overigens meteen afgemaakt. En B is contested, jongens. Ik herhaal. Ik heb hem. B was contested. Zal hij er weer liggen?
Ja, ik gooi gewoon een granaat voor de zekerheid eigenlijk. Ik heb mijn choke system ready. Dus die roep ik meteen in. En dan is dit wel een moeilijk potje om er echt in te pushen. Ze houden goed alles in de gaten. En dat maakt het lastig om die spawn in te komen. We zitten er nu wel... eindelijk in. Alleen dan moeten we hier nog overleven. Er zit echt overal om me heen, joh. Ik hoor hem wegrennen. Dat is de persoon die geen ninja gebruikt. Ja, hij komt terug, hij komt terug. Zag je net? Hij kan payback halen. Dus hij liep precies terug naar de plek waar hij was gekild. En daarom loop ik nu weer helemaal de andere kant op. Ah, hij staat ook gewoon weer op dezelfde plek. Hij had me daar gekild en hij is gewoon weer op dezelfde plek gaan zitten. Oh my god, ik had er nog twee, jongen. Oh, ze zijn ook... Ik had die twee gasten gekild en ze zijn geliefd. Ze dachten ook, jij gaat een shotgun gebruiken. Ik ga de game uit, vriend, want daar heb ik geen zin in. Kan ik wel een klein beetje begrijpen, want het is een sterke shotgun natuurlijk, maar... Ze gingen ook gewoon met z'n tweeën tegelijkertijd het potje uit. Dat is mooi, joh. Oh, achter me zit hij. Oh, ik had hem nog bijna. Ik dacht dat hij boven zat, maar hij zat beneden. We staan 30 om 6. We zijn heerlijk aan het spelen. Helaas is de harp wel weer bijna voorbij. Dus dan moeten we weer goed gaan opletten. Komt er een aan? Komt er nog een aan? Komt er nog een achteraan? Die ga ik niet pushen. En mijn helikopter die hangt nu ook in de lucht. Dus waarschijnlijk gaan alle vijanden gewoon naar binnen toe. Want anders worden ze natuurlijk gewoon gekild. Trophy system. Ploink, neerleggen dat ding. Lekker bezig, teammate. Teammate kan goed snijpen, joh. Wajo. Wajo, teammate. Oh, rennen. Mijn trophy system doet het goed, jongen. Die beschermt echt heel veel granaatjes die op me afkwamen. En ik heb mijn artillery nog staan. 1, 2, 3. Gewoon gooi dat ding. Want anders heb ik er ook helemaal niks aan. Even wachten op mijn eigen artillery. Anders kill ik mezelf. Nice, dat bedoel ik. Anders kill ik mezelf. En waar spannen ze nu in? Spannen ze nog hierin? Nee, op C denk ik. Ja, op C. Losing C. Dan gaan we die kant op, toch? Een ronde zit er ook al bijna op, maar we zijn lekker aan het spelen, joh. Hier. Oh, heerlijk. Oh, oké. Okay. Op een moment... Ik moet dat soort dingen ook gewoon niet zeggen. Ik zeg het weer, hè. Op het moment dat ik zeg we zijn heerlijk aan het spelen, doe ik weer iets doms. En dat is eigenlijk altijd wat er gebeurt. Je moet dat soort dingen gewoon niet zeggen. Het is heel simpel. Zeg nooit dat je lekker aan het spelen bent. Want zeg je dat je lekker aan het spelen bent, dan doe je iets doms en dan ga je dood. En precies dat gebeurde nu ook weer. Maar we hebben wel de killcam en je ziet het. Door die suppressor, door die groe suppressor, hebben ze geen idee waar ik zit. Ik probeer ook heel de tijd van positie te veranderen. Want je ziet het, als je eenmaal op een positie blijft staan, zoals ik hier deed, want ik kwam hier niet meer weg, dan komen ze gewoon schietende hoekjes om. Ik had hier heel veel geluk dat ik daar nog twee kills kon pakken. Maar ik probeer heel de tijd, als ik iemand heb gekild, weer terug te rennen, weer naar een andere positie te gaan, dan weer terug te rennen naar de positie waar ik daarvoor even zat, dan weer naar een andere positie, en de hele tijd heen en weer te bewegen. Omdat ze dan gewoon geen besef hebben waar je loopt. Geen besef hebben waar je bent. En dat is een hele goede tactiek. Om met een suppressor aan te houden. En dat is ook altijd wat ik probeer. Het is heel lastig. Komt er iedereen. Want je moet constant in beweging blijven. Maar het werkt wel altijd. En dat is wat telt. Zo, ze zitten te campen, jongen. Eentje daar helemaal achter in de map. Ik zat me te concentreren voor die kill, maar... Er stond een sniper die echt gewoon in één keer een one-shot wel kill maakt. Volgens mij hebben ze het een beetje opgegeven, want... Wow, yo. Ze durven hun spawn niet meer uit te komen. Eigenlijk moeten we de spawns flippen. Spawn killen op de A-vlag is makkelijker dan op de C-vlag. Want je ziet het, als zij gewoon niet op je afkomen lopen... Dan kan je helemaal niks. Ga lekker stilstaan, dankjewel. Ik probeer nog te sliden. Ik zat rustig in mijn reload, joh. Maar ze zijn in één keer. Het is gewoon... Deze tweede ronde is begonnen. Ze denken, nou, we staan achter. We spelen niet zo goed. We gaan gewoon in één keer het omslaan. En we gaan in één keer vol lopen campen. En je ziet het. Ze lopen gewoon niet meer. Ze lopen niet meer door. Wat gaan we hier aan doen? Ja, dit is echt even een lastige. Ik ben nu aan het nadenken wat ik ga veranderen aan mijn speelstijl. Maar we hebben een harp. Wacht, dat ga ik veranderen aan mijn speelstijl.
We gaan gewoon op de minimap letten. Want we hebben die harp. Oh joh, dat was een goede granaat van hem. Maar dat was een goede granaat van mij, want ik heb een harp, jongen. Hij gooit nog een granaat. Die gast die gooit een granaat en dan loopt hij daarna de andere kant op om je proberen te killen. Oh. Ik kan dat niet killen, ik kan dat niet killen. Ze staan echt allemaal achter in hun eigen spawn, joh. Dit is ongelooflijk. Ik ga mijn trophies eens niet neergooien, want dan kunnen ze in ieder geval... Die granaten niet meer naar binnen gooien. Dan heb ik zelf ook een harp. Maar kijk dan, ze zitten allemaal in hun eigen spawn, jongens. Fuck it, ik ga die spawns proberen te flippen. Ik ga er gewoon voor. Ik weet dat dit niet het allerslimste is om te doen, zo vol die spawn in rennen. Maar ik wil gewoon niet... dat ze constant hier kunnen blijven campen. Oh, wat een headshot. Oh, hoeveel geluk wil je daarvoor hebben, joh. Ah, ik probeerde een spawn te flippen, maar het is me niet gelukt. Het is me niet gelukt. Ze bleven er gewoon spawnen, joh. Artillery heeft er wel twee en mijn attack-helikopter nog eentje. Maar ze zitten nog steeds achter in C. Wat is dit voor potje geworden dan? Ah, die kon ik niet killen. Die kon ik niet killen. Ik heb geen idee wat er ineens gebeurd is, joh. Maar mijn team staat ook gewoon stil, jongens. Dat die vuil naar het campen zijn, dat kan ik begrijpen. Maar wij zijn vol aan het winnen. Wacht, ik ga een keer proberen via deze kant te rennen anders. Dat heb ik nog niet geprobeerd namelijk. Dat is misschien nog wel een goeie. Oké, even een... Nou, dan geef me tactiek. Ja, dat was een goede tactiek. Dat was een goede tactiek. Even kijken of ik die camper kan killen. Die zit daar namelijk. Ja, ik moet even iets anders proberen. Want anders komen we er nooit in gewoon. Oké, daar gaan we. Oké, daar zitten we nu weer in een span. Alleen nu zonder harp. Ze komen hem alweer halen. Ze komen hem alweer halen en ik kan die afstanden niet schieten. Ik heb geen granaat. Oh, ik heb een gallo op mijn secondary. Oh, er loopt er een langs me. Ah, en de potje zit erop. Konden we eindelijk die spawns flippen? Het was eindelijk gelukt. Is het potje afgelopen? Ik heb echt geen idee wat die vijanden hier deze tweede ronde hebben geprobeerd. Ze hebben niet meer geprobeerd de B-vlag te pakken. Ze hebben überhaupt niet meer geprobeerd de span uit te rennen. Ik heb geen idee wat hun plan was. Maar wat ze ook probeerden, ze hebben hem een aantal keer weten te killen. Maar that's it ook. Want ze hebben keihard de game hierdoor verloren. Ze hebben het gewoon opgegeven. Ik denk dat ze gewoon hun XP wilden hebben... Alleen dat ze gewoon het hadden opgegeven om nog iets te kunnen doen. En dat ze gewoon achterin de map gingen zitten. Maar ondanks dat hebben we het wel slim aangepakt. Eigenlijk had ik al eerder moeten omlopen. Maar ja, dat is achteraf natuurlijk makkelijk praten. Maar we hebben goed gespeeld. We hebben lekker gespeeld. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt allemaal voor de support. Heerlijke AK-74 U-class om mee te spelen. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.